Ik heb al honderden boeken gesigneerd. Het is echt bizar. Sommige mensen zeggen, waarom maak je geen stempel? Dat is veel makkelijker. Maar ja, dat vind ik juist leuk. Annemarie uit Alblasserdam is gek op haken. En zij niet alleen. Haar haakboek met patronen om dit soort leuke dingen te maken staat in de landelijke boekentop 5. Heel bizar, want ik sta tussen literaire schrijvers, thrillers, romans. En dan staat mijn haakje restjes op boek staat ertussen. En dat is echt heel, heel, heel bijzonder. Het is zo gaaf om te merken dat mensen aan het creëren zijn. Mooie dingen maken voor zichzelf of voor een ander. Ja, dat is echt tof om te zien. En in de coronatijd is het nogal veel meer gekomen. Want ja, mensen zitten thuis en zoeken toch een hobby. Ik merk ook dat heel veel dames weer teruggrijpen naar dingen die ze vroeger hebben geleerd. Dus dat ze toch weer naar het breien en het haken gaan. Dus dat is wel heel tof om te zien. Ik heb bijvoorbeeld dit is het coverstuk van mijn nieuw boek. Het was eerst een onderzettetje en toen werd het nog groter en nog groter. En werd het uiteindelijk een vloerkleed. Maar elke toer een ander kleurtje, ander steekje. Voor jou is dat misschien heel erg Japans. Maar dit zijn haaksymbolen. En die zijn universeel. Dus als jij dit kan lezen, dan maakt het de taal niet uit. Ik heb ook Japanse en Chinese boekjes met patronen. Maar als dit erin staat, dan kan ik het haken. Dus dat maakt het weer heel erg tof. Ik zet erin, vrolijk haakplezier, liefst Annemarie. En nog een hartje. Zo. Ik ga de pakketjes weer wegbrengen bij de post. Doeg!